De Utrechtse straat is officieel niet een straat die deel uitmaakte van de oude Joodse wijk. Maar het is wel een straat waar heel veel Joden hebben gewoond en waar ook heel veel Joden hun winkels hadden of hun restaurants. En die voor vele onbekende geschiedenis wil Myrthe Vreese vanavond laten zien tijdens de stille tocht aan de hand van posters. Ja, hier woonde Ephraim Content samen met zijn vrouw Marianne Content Simonsen. Ze hadden een restaurant. En beide hebben de oorlog niet overleefd, zijn allebei vermoord in Auschwitz. Het stel runde het restaurant samen met hun vader, Jacob Content, die ook de oorlog niet overleefde. Nu zit hier de galerie van Paul. Aan de ene kant moet ik ook nog steeds een beetje bedenken. We zitten hier natuurlijk namelijk echt net in dit pand. En om te weten dat deze mensen op deze tijd hier waren, dat doet wel wat. Het maakt wegkijken heel moeilijk. Ze waren nog maar 34 en 35 geloof ik toen ze naar Auschwitz zijn afgevoerd. Ze waren gewoon jonge mensen met een eigen zaak die iets van het leven wilden maken. En zo zijn er nog zo'n 25 posters die vanavond in de ramen hangen. Ja, je zag hier in de Utrechtse straat, er waren ontzettend veel koosjere slagers bijvoorbeeld. Banketbakkerijen, kruidenieren, maar ook heel veel kledingwinkels, japonnenwinkels heette dat dan. Maar ook meer ambachtelijk, hè, hoedemakers, naaiateliers, drukkerijen, goudsmid, ja echt van alles. De Joodse gemeenschap hoort gewoon heel erg bij de stad Amsterdam. Of hoorde heel erg bij de stad Amsterdam. En het is denk ik ook heel goed te weten en te leren wat er met de Joodse gemeenschap is gebeurd.